De Rode Haan heeft vandaag gekraaid aan de Duisburglaan. Bij houtzagerij Nooit Gedacht brak er volgens de voorlichtingsdienst van de brandweer omstreeks 12 uur in de middag brand uit. De brand kon onder controle worden gebracht voordat het verder oversloeg. Een loods is door de grote brand verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens een werknemer van de houthandel werd er op een gegeven moment rook waargenomen. Hierna werd de brandweer ingeschakeld. De redactie verneemt dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan.